Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Ik sta nu in mijn 1x1 badkamer. Waar ik mijn tanden ga poetsen. Ik heb even een beetje make-up gedaan. Ja, en ik heb mijn haar in een knot. Want het is echt ziek vettig. Dus ja, ik ga vandaag werken. Normaal werk ik dinsdag, donderdag. Maar vandaag werk ik maandag, woensdag. Omdat ik donderdag, of in ieder geval vrijdagochtend vroeg, naar Parijs ga. Dus donderdag ga ik naar huis. Ga ik al spullen inpakken en zo. En super, super veel zin in. Ja, echt heel leuk. Lekker naar Parijs. Isabel. Echt zoveel honger. Ja, ik moet dan de boete. Nou, ik ben in ieder geval thuis van kantoor. Echt, I look like a shit. Dus ik ga me heel even een beetje een ketchup geven. Of hoe noem je dat? Een touch-up. Een ketchup. Want ik ga vanavond een video filmen met Cecile. Best beoordeeld versus slecht beoordeelde restaurant. En we moeten nog even kijken of we thuiszorg of Uber iets gaan doen. Maar ik heb het aan jullie gevraagd op Instagram. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik zie er gewoon niet meer uit. Echt, what the fuck happened? Ik wil eigenlijk nooit mijn haar vast in een video. Want dat vind ik gewoon een lelijk. Ik heb ook echt viezig vet haar. Wat moet ik hiermee? Dan gaan we het maar helemaal volstouwen met droog shampoo. Maybe it will fix it. Fake it till you make it. Kijk wel. Nou, alsof ik met mijn handen in de elektriciteit heb gezeten. Nou jongens, we zijn net klaar met de video. En eigenlijk kan je dus ook gewoon concluderen dat thuisbezorgd gewoon echt valid is. Gewoon de beste was ook gewoon echt de best. Dus ik denk de beste Indiaan die ik ooit überhaupt op heb. Ik vind het niet normaal. Ja. Ik ga hier echt vaker eten. Ja, je moet echt de video kijken. Want ja, en die slechtste was ook gewoon echt heel slecht. Ja. Ik heb nog nooit zo'n gore kapsalon gezien gewoon in mijn leven. Ik zweer, ik ben zo tegen trouw, maar ik experience het gewoon heel heftig. Ik vind het echt. Ja, doe dat op de thumbnail. Ja. Weet je wat ik hier moet doen? Ik weet niet of dat mag van YouTube. Ja. Gewoon, ik heb net gekotst en dit komt eruit. Zo. Ja, die darmpjes die gaan wel even. Lekker. Alsjeblieft. Zo. Niet zo gemaakt. Nee. Het is gewoon een video. We hebben allemaal verschillende restaurants besteld. Dat gaan we zo testen, zeg maar. Oké. Maar je moet hem denk ik even in de oven doen, want hij is wel koud. Okay, nee, maar verder kan je hem gewoon. We hebben één stuk eraf gehaald, dat het proef wel is. Okay. Een beetje zonder anders. Oh, ja. We hebben ook nog twee kapsalons, maar dat is echt niet zo. Ik ben er even overgeslagen. Ja. Nou, lekker man. Ja, veel plezier mee. Fijne avond. Zo cute. Dat mensen denken dat we het niet verspillen. Zero waste. Iets anders heel leuks. Ja. Vertel. Nou, ik heb dus een bril nodig. Of ik heb gewoon. Een leesbril. Nee, voor ver af volgens mij. Ik heb min. Ja, min. Wat is dat dan van ver af? Ja, het is van ver af. Ja. Maar ik kan gewoon. Eigenlijk heb ik gewoon echt ziek erg een bril nodig. Maar ik vind het gewoon heel lelijk. Dus ik dacht. Je kan dus bij Charlie Temple kan je dus 4 bestellen. En dan kan je zo kiezen. Maar dat is gewoon met nepglas. Ja, dit is gewoon nep, maar dan voor de montuur. Ja. Maar ik wist er maar 3 leuke, dus ik heb 1 hele rare gaan. Stel, je doet dit gewoon als je bril. Maar ik dacht dus, omdat ik een beetje de creatieve ben behaft, dacht ik, dan ga ik in een meeting gewoon niet dragen. Oké, mij staat hier niet. Kijk, deze vond ik zelf het leukst, maar Merel vindt dat zwart mij te hard is in mijn gezicht. Oh, ik vind het mooi. En welke vind jij meer wat leuk? Deze vind ik
vind ik dus nice. Ja. Deze vindt iedereen nice. Maar dit is een beetje wat je hebt nu. Klopt, maar deze is wel echt groter en breder. Ja. Oh ja. Oh. Ja. 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 Nou. Wat wil jij dan? Mooi. Die zwarte? Ja, nee. Ik vind deze dus ook wel nice. Oh, maar die is wel een beetje heftig. Ja, ook heel, heel veel meer statements. Ja, wat Dode zegt, mijn vriend, die zegt, ja, ze zijn allemaal zo anders dat je ze eigenlijk allemaal moet nemen. Ja. En ja. En doet die oranje. Ja, dat staat helemaal in. Stel je doet dit gewoon oprecht. Je maakt wel een statement. Ja. Maar het is gewoon, nee, doe eens nog één keer die op. Deze. Ja. Comment, wat vinden jullie? Ja, dat heb een beetje pas over. Ja, deze. Ja, ook... Deze is gewoon voor everyday. Hij valt gewoon zo bijna weg. Zo goed staat hij. Je ziet gewoon bijna niet eens dat je een bril op hebt, zeg maar. Ja, dat is wel. Mag ik die eens op? Ik heb dus gekozen voor hele grote monturen. Want ik vind het met zonnebrillen ook mooi. Ja. Dat ik gewoon een beetje een groot hoofd heb. Ja, ik vind het maar echt niet staan. Nou, ik nee, wel. Dit staat mij niet. Hoe is die? Maar ik vind het echt goed bij je staan. Oké, nou ja. Laat maar weten inderdaad in de comments, want ik ga toch nog kiezen, want ik kan echt niet. Nee, dit vind ik wel helemaal afschuwelijk. Maar ik vind zo'n bril echt zo lelijk bij mij. Gaat nu iedereen zeggen dat ze het leuk vinden. Ja. Even terugkomen op een paar weekvlogs geleden. Ik heb er heel veel vragen over gekregen. En natuurlijk voor degenen die het hebben gemist. Dit kon je niet missen. Ik heb sinds ik in Amsterdam woon... Eindelijk, lekker mijn eigen bedje natuurlijk. En ik slaap ook op een Emma Sleep matras. Mijn Emma Sleep matras is echt mijn leven. Goede slaap is super belangrijk. En ik heb het Emma Hybrid matras. En het heeft dus allemaal lagen in het matras zelf zitten. En hij is lekker dik, zacht, niet te hard, niet te zacht. Gewoon perfect. Je kon er lekker in liggen. Je wil er eigenlijk nooit meer uit. En ik track dus laatst tijd ook mijn slaap met mijn Fitbit. En het schijnt dus dat ik echt super goed slaap. En ik val ook echt snel in slaap, omdat het gewoon zo lekker comfortabel ligt. Dus... Heb je misschien slaapproblemen? Of heb je zoiets van, ik heb echt een nieuwe matras nodig, maar ik weet niet wat? Vergeet zeker niet op de link in de beschrijving te kijken. En Emma Sleep te checken. Ik heb ook een kortingscode voor jullie. Emma Sarah. En dan krijg je dus 10% korting. En dat is echt wel een hele hoop op zo'n mooi... Het is een wat duurder product, dus daarom valt 10% echt super lekker. Dus ja, ik zou echt een kijkje nemen. Ze hebben ook een testgarantie dat als jij het niet is naar je verwachtingen, dat je je geld kan ruilen en terug kan krijgen. Daarnaast is dit matras ook als beste getest. Maar ja, dat kan ik ook echt begrijpen. Dus ik ben super blij dat ik lekker hier in Amsterdam goed kan slapen. Daar ben ik super, super blij mee. Dus ja, ik zal zeker even checken als ik jullie was. En dat wilde ik gewoon even met jullie delen. Vooral omdat ik er nog best wel wat vragen over kreeg. Van, ik kan herinneren dat je iets over mijn matras zei, maar ik weet niet meer wat. En dit en dit. En ja, misschien heb je het ook wel gemist. Dus dan is het helemaal chill. Maar ja. Ik heb met Cecile Echte Meisjes in de Jungle gekeken en fucking geweldig. Ik vind het zo grappig. En ik heb dus voor het eerst in mijn leven dit gedaan. Ik heb geen idee of het werkt, of het helpt. Ik zie wel veel goede TikTok resultaten altijd. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb een TikTok van gemaakt hoe ik dit heb gedaan. Maar het is echt niet heel moeilijk. Dus ik zal je morgenochtend het resultaat natuurlijk laten zien. Maar ik ga nu lekker slapen. Een hele goede morgen allemaal. Die krullen. Nou, je kan wel constateren dat het werkt. Het is alleen een beetje ontploft. Dus ik moet nog even een beetje kijken hoe ik dit ga fixen. Misschien kan ik de volgende keer met iets dikkers doen. Ik zou niet weten wat. Maar dit was best wel een dunne rope, zeg maar. I have no idea. Misschien met een shirt. I don't know. Maar ja, het werkt dus wel echt ziek goed. Dus nou, dat is in ieder geval top. Ik heb gisteravond chia pudding gemaakt. Alleen is het iets te waterig geworden. Maar was nog lekker. Ik zit weer helemaal in mijn sportritme. Vind ik super chill. Ik ben heel blij mee.
Om even een weekvlogje aan het editen. En rond 12 heb ik met een vriendinnetje afgesproken. Gaan we een rondje lopen. Dus ja, helemaal leuk. Goedemorgen allemaal. Het is, heb ik de vlog al geopend vandaag? Ja. Kijk mijn haar nu. Het is echt wel 1000 keer beter. Ik ben er echt super blij mee. Ik ga dit gewoon voortaan altijd doen. En ik ben nu de weekvlog aan het editen. En ik ga zo meteen lekker een rondje lopen met de vriendin. Maar dat heb ik al gezegd. Ja, ik heb de vlog al geopend. En ik heb een lekker koffietje. En ik heb het fucking koud. Oh, jongens. Ik ben... Ja, dit is kapot. Nee. Ja. Soms doet dit. Oh ja. Nee, nu doet... Hè? Maar dan zie je niks. Ja, maar ja... Godverdomme. Kijk, nu doet dit. Ja, nu doet dit. Ik ben met Oshi. Hey. Ik weet niet of jullie haar nog kennen. Nou, dat was een jaar geleden. Toen, heel lang geleden. Liep jij stage bij Habs en ik ook. Was echt fucking leuk. Je hebt echt een leuke tijd gemaakt voor mij. Ja, ja, maar echt. En we zijn dus nu lekker een rondje aan het lopen. En ik heb dus wat dingetjes gehad bij de Hema. Leuke foto's gemaakt. Dus koffie helemaal. Ja, helemaal gezellig. Echt, oh my god. Ik heb, kom net terug. We hebben echt 2 uur gewandeld of zo door de stad. Het was echt super gezellig. Even weer bijgekletst en zo. Kom ik thuis, had ik van die aluminiumfolietjes voor onder een kaars gekocht. Doe ik het open, ontploft het, of course. Echt, dit gebeurt mij weer. Oh my god, wat een haast en gestresst. Maar ik ga nu sporten met Maggie. Dus ik heb mijn workout clothes aan. En ik ga nu naar de sportschool. We gaan naar de Train More. Fucking chill is daar, is dat. Dus ja, ik ga nu. Nou, Maggie en ik hebben net gesport bij de Train More. Bij de single. Het was echt zo chill. Zo mooi. Ja, dat was echt fucking chill. Ik ben er echt vaak heen. Train More is trouwens echt sowieso zo chill hier. We hebben vanavond Christmas, ja, een soort Christmas New Year's dinner van werk. God. Dus ik ga me heel klein beetje klaarmaken. Echt heel klein beetje maar. En dan gaan we er zo heen. En we gaan ook met elkaar eten. Ja, volgens mij gaan we gewoon pizza halen of zo. Nou, wel lekker. Ik ga heel even een touch-up doen en dan gaan we zo. En we gaan dus cadeautjes doen met soort cadeautjes of dingen die je niet meer gebruikt. Dus een soort reusable gift eigenlijk. En dan gaan we daar een dubbelspel mee doen. Dus best wel een leuk idee eigenlijk. Ik ben benieuwd. Pop de champagne! Hey! Dit is zo stress. Denk echt, wat de fuck gebeurt hier? Het duurde zo lang. Jezus, waar de fuck was? We hebben al gegeten. Stijf voor de dood, stijf voor de dood. Je laat het uit de dood. Wie? Zijn we klaar? Ja, we zijn er klaar voor. Hey! Op Habs. Op Habs. Yay. Allemaal lekker eten. Het was echt zo cute, steentje. Maar wat is het? Dus wij de hele ontkenning moeten toch met. Ik heb precies wat ik wil. Ik ook. Ik ging strijden voor de robijn. Dat is gewoon mijn favoriet. Dan heb ik room sprays. Ik heb een surprise waar ik dus een koffietje ga doen met Cecile. Kaarsen en een boek. Nou. Geweldig. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. We hebben net een team meeting gehad. Heel leuk. En ik ben aan het werk en ik heb even krekken. Want ik heb honger. Ik heb vanavond weer een PLTS, Pilates. Ik ben heel erg benieuwd of ik nu het baby kan, omdat ik het dan een keer heb gedaan. Nou, Floor. Nee, we zijn Floor. Welkom op ons kantoor. Hoe blij zijn wij? Zo blij. Nee, dit is echt nul. Sorry.
En hier hebben we Stressed Maggie. Met de drol. Ja, what the fuck is dit? Waarom staat het op een bordje? Dat is mijn bord. Dat is mijn koekenmannetje bord. Allemaal even rustig. Handwritten, with love, koekenmannetje, blond Amsterdam, hè? Hè? Kijk, he is eating the drol, de koek. Nou, oké, okay, nou make real good content. Schat, we making fun of the drol. Is dit je massage of je koffie? Nee, die is van die. Heb je dit al laten zien? Wat ja, heb ik heb gisteren, ja dat heb ik al laten zien. Oh. Maar sommigen hebben dus een massage. 15 minute shoulder head massage. Waarom zeg ik? Ja, ik kom er niet aan. Zij zegt dat. Die heb ik aan jou gegeven. Ik heb 20. Nou, deze lag hier. Ja, ik heb 20. Zo, ik kom net terug van Pilates. Het was echt een hele goede, maar wel een hele, hele zware. Nu ga ik lekker koken. Het is echt al 7:10, dus ik heb super veel honger. En na sporten wil ik lekker gezond eten. Dat voelt me gewoon goed. Lekker veel groentes en goede producten. En ja, ik heb jullie pas al een unboxing laten zien van Coro. Coro is dus eigenlijk een website waar ze superveel superfoods, gezonde producten. Het gaat echt van bakken, koken, havermout, ontbijt, avondeten, rijst, pasta's. Nou, super chill. Ik ga jullie even laten zien, want ik ga nu lekker een curry maken met hun productjes. Ik heb hier bijvoorbeeld een curry pasta. En deze is vegan. En dan heb ik een biologische kokosmelk. Dus ga ik lekker zo'n currytje maken. Wat ik dus ook van hen heb, is super chill van die potten waarin je dus alles kan bewaren. Deze volkoren pasta is ook van hun. Die is super lekker. Lekker voor vezels, lekker goed voor je buik. Helpt ook als je opgeblazen buik hebt om goede vezels en volkoren te eten. En ja, die hebben ze dus ook. En dat heb ik ook met de rijst, volkoren rijst. Zo, het waait buiten hard. Dat is echt niet normaal. Het is echt een soort aan het stormen. Nou, dus ik ga nu lekker deze rijst natuurlijk gebruiken voor de curry. En deze gietijzeren pan heb ik ook van Coro. Daar ga ik het lekker in koken. Dus ja, ben heel erg benieuwd. Ik heb verder lekker groenten gehad. Lekker worteltjes, spergebonen, kippendijfilet, beetje cassave, kroephoek. En ik ga er ook wat tomaatjes in doen. Wat paprika. Dus lekker een groentenrijke curry. Super veel zin in. Ik ga eerst ook even de rijst koken. En dan ga ik gewoon even de kip bakken met de groenten en zo. Dus ja, het wordt niet zo moeilijk. Hier lekker de kip met groenten en wat sambal gekruid. En dan gaan we nog tomaat en paprika bij, maar dat kan pas later. En dan hebben we hier straks de currypasta met lekker kokosmelk. Nou, ik ben zo benieuwd. Ik denk dat het echt zo lekker gaat worden. Dit ruikt echt super lekker curry. Heel erg goed. Ik heb net een beetje van de curry erbij gedaan. De currypasta en wat water. Dus dat laat ik nu een beetje koken en dikker worden. En dan ga ik zo lekker de kokosmelk erbij doen. Ziet er nu zo uit. Super lekker. Dan gaan we even de kokosmelk erbij doen. Dat is lekker creamy. Die laten we ook even koken. Oh my god, looks so good. En dan is het klaar. Echt, hoe lekker ziet het eruit. Ik heb het ook al geproefd. Super lekkere smaak. Echt, nou, heerlijk. Echt een aanrader. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Ik heb een persoonlijke link, dus daar kan je op klikken. En ik heb ook kortingscode verwoord. En dan kan je dus een kortingscode. Dus ik zal zeker een kijkje nemen op de website. Ik vind het gewoon echt top. Lekker. En dan... Nou, kijk eens hoe gezellig. Lekker eten.
Yummy. Kijk dan, het is helemaal ready. Nou, eet smakelijk. Goedemorgen allemaal. Ik heb vannacht weer de Heatless Curls gedaan. Vet goed gelukt. Ik heb hem nu soort iets strakker gedaan, waardoor die voorplukjes wat beter zijn gedaan. Alleen mijn haar was net nog een beetje te nat, waardoor het nu wat minder krullerig is. Dus eigenlijk ook wat chill. Die voorplukjes moeten nog een beetje uitzakken, maar helemaal top. Morgen gaan we naar Paris. Oui, oui, oui. En ik ben druk mijn spullen aan het pakken. En ik ga naar mijn ouders toe, want daar is Isabel ook. Dus dan kunnen we vannacht samen naar Schiphol, zeg maar. Dus ja, ik ga vrijdag, zaterdag, zondag. Dus deze hele week vlog verder nog ga ik lekker naar Parijs. Dus ik ben even spritje aan het inpakken. Ik ben nog vlog aan het editen. Ga ik thuis wel even afmaken. Ik ga zo meteen even lunchen. En dan ga ik hier weg. Dus ja, ik heb helemaal zoveel zin in. Hallo allemaal. Ik zoek nog steeds een nieuwe lifehack, zodat ik mooie lange wimpers heb. En I think I found it. Ik heb heel lief van Indie Lashes deze lashes ontvangen. Ja, dit zijn dus lashes die meerdere dagen blijven zitten. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ga het allemaal uitproberen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. Ik denk dat ik voor de heftigste ga. Ik hou op zich wel van mooie lange wimpers. Je hebt een bonder, een sealer en een remover. De remover heb ik dus niet nodig. Je moet eerst een bonder doen en dan de sealer. Dus en dan moet je onder de aanzet van je wimpers doen. En dan moet je heel voorzichtig met dit tongetje zo erop zetten. En dan laat je het even drogen en dan doe je de sealer erop en dan ga je het zo vastzetten. Dus dat is het plan. A little bit of it scared, but if I can do it, you can do it. Dus we gaan beginnen met de bonder. En dan gaan we dus een lijntje van onder je wimper aanzetten. Komt gewoon in zo'n borsteltje. Met de focus op de aanzet. En je kan dus, het zijn allemaal van die stukjes. Dus je kan het zelf helemaal opbouwen hoe jij dat wil. Maar qua volume, qua hoeveelheid en waar. Dus dat is eigenlijk echt top. Oké, moet ik het er al op zetten of niet? Ik denk dat we het gaan doen. Oké, het zit. De eerste zit. Gelukkig zit er een remover bij, dus stel het gaat fout. Ik had dat afhangen, maar het gaat niet fout. Oh my god. Het werkt gewoon ziek goed. Ik kan deze lashes dus ook meerdere keren hergebruiken. Stel na een paar dagen wil je ze eraf, of vallen ze eraf, of zit het niet meer goed, kan je het gewoon nog een paar keer hergebruiken. Oh my god. Dit werkt gewoon fucking goed. Het zijn gewoon echt lash extensions, maar dan at home. Ik denk dat ik er nog eentje ga doen. Ik vind dit echt een uitvinding. Het is echt heel makkelijk eigenlijk, letterlijk. Oh my god. Ho. Die guacamole. I know, ik zit in mijn uiterste concentratie. Het is gewoon net alsof ik wimper extensions heb. En ik denk ook hoe vaker je dit doet, hoe handiger je hierin wordt. Maar ik heb gewoon fucking wimpers. Dat is toch niet normaal? Holy shit. Ik ben echt even in shock dat dit zo goed is gelukt. Kijk het verschil ook. Ik heb namelijk echt geen wimpers. Ik vind het nog mooier als wimper extensions. Wimpers extensions zien er echt niet zo goed uit hoor. Ik ben ook echt benieuwd hoe zij gaan het in de week volgens zien hoe goed ze blijven zitten. Wauw. Oké, ik ga de andere kant doen. Ik heb er dus eentje over. Dus stel je hebt echt een groot oog, dan past het ook gewoon. Maar het is perfect. Nou, ik ben echt helemaal in shock. Dit gaat zoveel tijd schelen in de ochtend. Oh my god. Oh shit, trouwens. Ik moet de sealer nog doen. Bij dat andere oog. Ik ben echt zo fucking obsessed. En dan moet je ze even tegen elkaar aanknijpen zo.
Zeg maar, wimper extensions werkte sowieso al niet bij mij. Mij vielen ze altijd uit. Dit oog gaat nu echt al veel makkelijker. Dus je krijgt echt een soort handigheidje in. Ik denk ook echt op een gegeven moment dat je het er zo op zet. Super chill. Oh my god, shit. Ik vind het zo ziek. Ik denk dat het mooier is als ik echt maar heel veel make-up erop heb. Maar dit is toch gewoon top. Het is gewoon... Je hebt gewoon een frisse look. Je hebt gewoon direct een frisse look. En je hebt nog niet eens make-up op, zeg maar. Je wordt gewoon zo wakker. Is het gewoon goed? Nou jongens, echt. Ik kan er niet over uit hoe blij ik hiermee ben. Ik ben gewoon zo geobsessed. Ik hoop ook dat het echt even een goede tijd blijft zitten. Maar ja, ik denk het wel. Ik ben er echt al een paar keer doorheen geborsteld en zo. En het blijft echt gewoon super goed zitten. En het mooie ook is dat je dus niet als je met nepwimpers opplakt, dat je die rand hier ziet. Omdat je het dus vanaf onder plakt. Dus je ziet hierboven gewoon helemaal mooi. Echt niet normaal. Nou, ik heb hem even opgemaakt. En mijn krullen zitten echt perfecto. Ik moet even verder met inpakken. Ik moet even wat eten. Wat ga ik nog meer doen? Dan ga ik naar huis. Het is echt pokken weer. Bijt fucking hard. Ik ben zo fucking ongesteld. Ik word helemaal gek van mezelf. Sorry, ik ben gewoon echt helemaal klaar met het leven. Dit is echt zo overdreven misschien, maar ik kon het gewoon niet hebben. Ik was al zo geïrriteerd. Alles ging al fout. Had al fucking veel haast. Zo fucking veel buikpijn. Kom ik bij die fucking PNR aan, ben ik die koude op een parkeerkaart vergeten of verkwijt. Ik kan echt niet meer eens herinneren wanneer ik de fuck die kaart had. Want ik sta zeg maar bij de PNR. Moest ik 75 euro betalen. Nou, sorry dat ik zo aan het janken ben. Ik kan het gewoon niet bij hebben. Echt, ik word helemaal gek. Ik word gewoon fucking gek. Ben ik weer fucking 75 euro kwijt aan niks. Gewoon omdat ik mijn fucking parkeerkaart kwijt ben. Echt. Ik ben er soms zo klaar mee. Ik ben soms zo klaar met mezelf. Echt. Ah, ik trek het niet meer. Echt, op dit moment kan ik echt op alles janken, maar het is gewoon kut. Ik voel mezelf gewoon soms zo'n kut persoon, echt. Waarom ben ik zo? Echt, waarom ben ik zo? Oké, ik ben al een tijdje thuis. Ik heb even gezellig met mijn moeder naar de stad gegaan. En we hebben even lekker bij een barista. Ik heb een koffietje gedronken en een taartje gegeten, want ik zat er helemaal doorheen. Ik heb net even lekker mijn koffer ingepakt. Mijn spulletjes. Zo gezeik met winter altijd. Ik heb echt... gewoon niet lange truien of iets mee. Want ik wil gewoon fashionable zijn en foto's maken in Parijs. Dus ik ga het waarschijnlijk heel koud krijgen. Maar we gaan gewoon lekker veel binnen in restaurants zitten. Dit zijn mijn spullen dus nu. Vannacht moet ik echt om 5 uur op. Stanny kon hier wel nog gezellig eten. En ik voel me al een stukje beter. Dus het was even gezellig om mijn moeder even wat te doen. En ik ga nu verder met editen en zo. Alright, het is inmiddels alweer 11:30. Ik heb mijn haar weer even heel mooi vastgeknoopt. Ik heb ook lashes opgedaan van Indie Lashes. Zo blij mee. Als het goed is, zit het nu gewoon lekker de dagen tot Parijs en zo mooi. Maar ik heb voor de zekerheid wat lijm en zo mee. Maar ja, super chill, dus... Vannacht gaan we om 5:30, word ik om 5:30 opgehaald. Dus ik bezet mijn werk om 4:50. Wat een tijd, hè? Dus ja, morgen lekker. Morgen ben ik gewoon al lekker in Parijs. Super snelle vlucht, dus echt mega veel zin in. Lekker staan en nu ga ik lekker slapen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdagochtend. Super vroeg. Wij zijn helemaal ready. Ja. Echt. 1 minuut. We zijn nu al bij de douane, maar we hoeven natuurlijk ook niet in te checken en zo. Ja, en ik vind bij Schiphol de douane dat zo chill. Want ze kunnen overal zo doorheen zien. Echt in Spanje moet je alles uit je tas halen. En gezeik. Nou, gaat helemaal voorspoedig. Nou, we hebben even wat gegeten. Kaasbroodje en een shootje. Dus ik was even aan het opmaken. En het is nu...
half zeven. En om 7:05 gaat de gate dicht. Dus we gaan zo even naar de gate lopen. En ja, dan zitten we 50 minuten in de lucht of zo. Ja, dat gaan we daar. En dan gaan we alweer landen. Dus zijn we om een uur zitten we gewoon even rijden. Ja, een uur, ja. Nou ja, dat is wel. Ja, bijna wel. Nou, helemaal goed. Nou, special welcome for our flying crew members. Zo, maar. Flying time per is set by our captain. Approximately 45 minutes. 45 minuten. And in a few moments you would like to explain some things about the flight safety on board. And respect everyone's privacy is not allowed to film or photograph passengers or crew. Thank you for your cooperation. For now we wish you a pleasant flight. Voor Venice, de terminal is 2F. En voor Porto, de terminal is 2G. Zo voor Venice, terminal 2F. Ja. Maar ja, je bent wel langer onderweg hoor. Want Thalys ben je maar 3 uur onderweg. Ja, dat is waar. Maar ja, wij waren ook nog wel echt wel op tijd. Ja, we hadden veel later. Als je dat weet, had het niet goed. Maar het is heel chill. Ik ben heel benieuwd naar ons appartement. En ging goed de vlucht? Ja, ging helemaal goed. Nou, mij. We zijn aangekomen in de kamer. Dus de kamer is echt 1x1, maar wel mooi en lekker schoon. Maar hier kom je binnen en heb je eigenlijk gewoon het bed. En dan heb je hier lekker een raam. Koffertjes. En dan een kast. En dan de badkamer. Dus... nou ja, het is gewoon prima. Het is wel mooi. Ja, wel iets kleiner dan we hadden verwacht. Ja, het is wel kleiner. Maar ja, weet je, het is prima. We gaan hier toch bijna niet zijn, denk ik. Nou, het is echt fucking warm. We zweten ons helemaal dood. Gewoon het raam open. En we hebben alweer honger. Dus we gaan zo even lekker wat eten, denk ik. Zo, we hebben ons een beetje klaargemaakt. Wat is het verschil? En we gaan nu naar Carret. Wow. En daar heb je dus die hot chocolate, maar ook hele lekkere ei, zag ik. Ei? Ja. Scrambled egg. Oh ja. De officiële Franse scrambled egg daar, hoe dat... Waar is de sleutel? Hier. Moet die op slot? Nee. We gaan nu even met de step erheen. Ik denk dat het wel in de rij moet staan. Ja? Dat denk ik wel daar. Oh, de koude vak gaat dit nou weer open. Wat is dit? Nou, we zitten wel echt... Heb jij de sleutel? Ja. Oké, okay. Doe maar eens een voorvakje of zo. Ja, zit er wel een leuk straat... Nou, nee. Maar ja, ik heb niet echt... Ik had mijn tas ook laten liggen. Ja, Isabel, die groene tas. Ik lag gewoon nog in het vliegtuig, maar ze was al doorgelopen. Zegt ze, doei! Dus ik ging helemaal stuk. Zij hoort mij lachen. Ze denkt, wat lacht zij in haar eentje? Maar ze had die tas laten liggen. Dus ik denk, nou, ik ga er even fucken, weet je wel. Ik ga gewoon die tas meenemen en ik ga niks zeggen. Maar ze zag het helaas. Ja. Nee, nee, nee. Maar ja, we gaan nu lekker naar Carré. Oké, even een steppie. Nou, de girls staan nu even in de rij bij Carré. Ik weet niet hoe het uitspreekt. En hier hebben ze dus de famous hot chocolate. En allemaal lekker eten en zo. Dus we gaan hier eten. En de rij gaat best wel snel. Dus als er een rij staat, ik zou zeggen, probeer het gewoon even. Wij staan nu. 5 minuten. Ja, 5 minuten in de rij of zo. Is dat dan heel snel? En ze halen voornamelijk heel tijd tweetjes uit de rij. Dus wij zijn maar het volgende tweetje. Dus ja, als we een tweetje willen, zijn wij als volgende aan de beurt. Dus echt super chill. Ja. En vanavond gaan we uit eten bij een soort restaurant. En heeft ook helemaal een dinnershow en zo. Dus echt zin in. Nou, we zitten. We zitten hoor, jongen. Het is echt super lekker. Ik heb nog nooit zulke lekkere op. Nee. Het is gewoon echt pure chocola. Gewoon echt zo lekker. Het is wel een beetje in je lengte. Zo. Echt volle pure chocola. Nou, niet puur, maar gewoon echt. Ja, gewoon maar, niet water. Nee. Het is een area. Ja.
Het is echt bizar. Het was echt het wachten waard, ook al was het echt. Nou, niet eens 5 minuten. Zo lekker. Dit is gewoon echt een chocolademelk voor het zijn. Die cream ook. Ja, it's the hype waard. Oh ja. Oh, nu word ik zo moe. Het is nu, hoe laat is het? Het is 2:15. Nou, voor mijn gevoel zit er echt wel een dag van heel Afrika op. Normaal. Het trok niet heel hard, toch? Nee, natuurlijk niet. We hebben echt 4 uur geslapen of zo. Dus we liggen nu even in bed. Het eten was wel echt heel lekker. En die chocola was ook echt fucking lekker. Wel echt teringvullend. Ja, het is echt vullend. Maar vanavond gaan we echt naar een heel leuk restaurant. Ik weet echt nog niet wat ik aan ga doen. Ik denk een jurk wel. Ja, ik ga ook een jurk aan doen. Dus nog met de Uber gaan. Ja, sowieso. Ik wil ook hakken aan, dus. Ja, ik ook. Even zien. Nou, we gaan even proberen te tikken. Ja, even een uurtje even. Ja. Ogen dicht. Nou, Isabel en ik zijn ontwaakt. Het is onze middagslaap. Ah, zo lekker geslapen. 2 uur. Het is nu 4:30. En om 8 uur hebben we gereserveerd bij het restaurant. Dus nu even een wijntje ergens. Zo kut. Het duurt even. Dan gaan we om 6:30 hier terug zijn. Klaarmaken voor vanavond. En we gaan vanavond naar uit eten. Neem zin in. Zo, Isabel en ik zijn ontwaakt. We hebben overdag slaap. We zijn nu even lekker spulletje aan het doen. En ergens een drankje. Ik heb lekker avondje. Die man doet heel zijn best. Ja. Elke nieuwe nootjes brengen. Ja. Kijk, je hebt gewoon een vodka Fanta. Ik heb een vodka Fanta besteld. Kijk, ze hebben een vodka een limoentje, een Fantaatje, ijsje, zo schat. Die betaalt er ook voor. Ja. Ja, heel cute. Nou, de girls zijn weer helemaal aan het flieken. Ik heb deze rode jurk aan. Isabel heeft deze fucking mooie jurk aan. Ik heb een hak eronder. Niet normaal. Moet jouw jurk filmen? Ja. Deze mooie rode jurk aan. En deze hakken. Met die mooie ding. Echt love it. Ja, we gaan even een Uber boeken nu. Waar moeten we heen? Even kijken. Leuk. Kijken hoe lang het duurt. €16. Nou, perfect. Perfecto. Oké, we zitten nu in de taxi. Ging echt op. Hij was er echt zo. Ja, was heel snel. Hij was helemaal niet duur. We hebben het via Bolt gedaan. Bolt is een soort goedkopere taxi of zo. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar... We gaan nu naar, ik kan niet uitspreken, Le Boeuf, Sur, nou, ik heb geen... Daar een heel leuke zon. Ik laat ze wel zien. En er schijnt ze ook helemaal een show en zo te zijn. En misschien gaan we daarna nog naar een cocktailbar of zo. Maar dat moeten we nog even kijken. En ik heb echt wel lekker zin in een wijntje en lekker een hapje. Ik wil even rust gaan doen. Ja, ik ook. Echt, nee. Ik heb geen zin in maar gewoon een hapje. Ja, lekker hapje. Ja. Heerlijk. Zin in. Nou, dus de meiden zitten lekker. We mogen dus maar tot 10 uur zitten. Dat is wel echt kut. Maar we kunnen hierna wel nog bij de bar een drankje doen. En ja, het ziet er echt super fancy uit. En het is zo lekker. We hebben nu een burrata. Een vitelle tonnato. Ach, zo top. En lekker wijn. Ja. Oké, we hebben het hoofdgerecht. We hebben hier lekker wit visje met saus en een soort goddelijkheid. Er zit hier cookies. Truffel. Nee, het is geen cookies. Oh. Het is gewoon truffelpasta. En frietjes. Yum. Oh, we hebben nu lekker toetje. Yum. Echte Franse. Ja. En er is live muziek. Weet je wat het is? Oké. Zes. Lekker! Nou, ga jij even eten. Neem maar een hapje. Oh, Saar is in de... Ja, welkom bij de One Eating Day. Welkom bij de One Eating Day van een dikke dame. Die zou naar jou. Ja. Waar is die pistache creme dan? Ik heb geen idee. Wat is de kans?
Lekker. Echt een probleem. We zitten lekker een drankje te doen. We hebben echt een super goede view. Op de hier. Ja, het is echt een heel leuk hier. Lekker live muziek. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Hoe laat is het eigenlijk? 11:30. Oh, nou dan hebben we echt binnen een uur helemaal ready to go. Ready to go. We hebben even gedoucht. Ik heb mijn haar weer in de curls van de Heatless Curl Method. En we gaan nu even naar een bakkerijtje voor wat eten. En om 12:30 gaan we naar Le Train Bleu. Ik zeg het allemaal zo verkeerd, maar het is heel mooi, soort chic restaurant. Dus daar gaan we lekker lunchen. Nou, we zitten even lekker bij een bakkerijtje te eten. Zo lekker allemaal. Zo lekker, alles is lekker. Ja. Ook nog deze proef. Oh ja. Oh. Dat was wel iets anders hoor. Nou, het is ook wel croissant. Deze ook lekker. Ja, die is top. Ja. Hij is wel ik, zijn er en dat is zo mooi. Kijk dan, dit is zo goed. Leuk. I love it. Nou, we hebben dit dus nu gekregen. Is wel zegt dat het echt fucking vies is. Ja, ik ga het één keer proeven, maar. Ik ga het doen. Ik had erg verwacht. Ik had veel muffen verwacht. Ik ben best wel een zuur eigenlijk. Maar nee. Dit niet mijn maag moet vullen. Nee. Ik zie het van mijn maag. Ja, ik ook. Van mijn honger. Ja. Nee. Dat is ook niet helemaal mijn ding. Nou. Maar ja, wel leuk dat we zitten. En we hebben even een hele dure wijn aangesmeerd gekregen. Ja. Maar wel lekker. Oh, we hebben lekker steak tartare. Zo veel zin in. Nou kijk jongens, de steak tartare wordt lekker gemaakt. Super lekker. Ah, oh, Manita. Zin in. Ik ga de steak tartare hier proeven. Het ziet er heel goed uit. Is het goeie? Ja, echt gewoon hoe je het wil. Ja? Zo best wel spicy. Wel lekker. Maar wel lekker, ja. Ja. Echt heel goed. Lekker. Ja, hè? Lekker pittig. Ja, heerlijk. Nou, we zijn net bij de groothandel geweest hier. In Paris. We hebben heel veel leuke items ingekocht. Super veel leuke dingen. Echt heel veel leuke dingen. En ik kan ook dus online bestellen. Dus ja. Ik heb, ja, kleine voorraad meegenomen, ja. Maar als het goed loopt, dan kan ik weer bestellen. Ja, super chill. Fucking leuk. Ik ben helemaal blij met dus ja, ik zou maar stay tuned inderdaad, als ik jullie wel. En de Uber komt er even 2 minuten aan, dus het is geen Ubers zijn hier wel echt chill en ja. Snel. Ja, ook veel goedkoper als in ja. Nederland. Ja. Nou, we zijn weer terug. We hebben dus een chips gekocht. Mm. Dat is cheeseburger. Het smaakt een beetje naar patatje Job inderdaad. Wel lekker. Echt ben ik gewoon precies patatje op in. Nou, ik proef geen cheeseburger. Nul.
Hoe kan je dit nou een cheeseburger noemen? Ja. Omdat ze een patatje op niet kennen hier. Ja. Nou, cheeseburger met heel veel algewerkt. Ja. Maar ja, dus, ja, ze kennen hier geen patatje op. Ja. Je kunt beter gewoon mosterd noemen. Ja. Gewoon mosterd smaak. Ja. Wel lekker. Nou, we zitten nu helemaal bij Lukten. Het heet Kom. En we zitten nu in de lounge. Maar ja, ze hebben echt super veel lekker eten en zo. Het ziet er helemaal gezellig uit. Ja. We gaan hier lekker eten en drinken. Even een hapje en een eitje. Helemaal leuk. Jongens, we hebben lekker ons eten. De spicy boontjes, ja, heel lekker. Echt perfect. Ze ruikt het ook, dit klopt wel. Ja. We hebben een soort platter met van alles wat. En een crispy lobster. Nou, ik heb zo geen idee wat dit is. Goedemorgen allemaal. Het is zondag. Ik heb zo geen zondaggevoel. Nee. Ja, het is inderdaad zondag. Ik weet niet wat voor dag het voelt. Nee. Maar we zijn ready. Het is 12:30. Ja, we zeiden, ja, we gaan echt op tijd eruit, of op tijd weg. Nou ja, mijn koffer staat echt op springen. Hij staat helemaal bol aan alle kanten, echt, nou. Alles hebben we. We hebben alles, dus we gaan er vandoor. Nou, de meiden zijn net bij de Sephora geweest. En Isabel heeft zoveel leuke dingen gekocht. Ja, laat maar zien. En we hebben ook noedels gehaald, want die zijn in Nederland elke keer uitverkocht. En hier zijn ze dus, de carbonara. Dus die hebben we ook gehaald, heb ik ook. Dus wel heeft de Too Faced setting spray. Ja. Heerlijk. De primer. Ook heel mooi. Dan de Tarte, of course. De Ultra Creamy Concealer, die heb ik ook. Ik ben ook de Ultra Creamy. Oh nee, ik heb gewoon de normale. En dan heeft ze een hele mooie highlighter van Benefit. Dus we hebben even heel de Sephora heen gekocht. En een cadeautje nog voor de schoonzus. Heet dat schoonzus? Ja, toch? Ja. Ja. Heel wel leuk, meid. En we hebben allebei noedels. Ik heb hier ook mijn noedels. Oh ja, en ik heb nog bij de Uniqlo zo'n thermoshirt gekocht. Want dat schijnt dus helemaal, ja, chill te zijn. Ultra warm. Dus ik ben heel benieuwd. Maar we gaan nu even naar La Durée. Lekker macaroni's halen. Macaroni's. Dus, en dan moeten we alweer naar de airport. Ja. Nou, we zitten weer in de taxi onderweg naar de airport. En het is echt opeens fucking donker, maar goed. Dus we hebben vandaag echt alleen de cheeseburger op. Maar we zitten zo vol. Van wat? Want we hebben echt, wij kunnen zoveel eten. Maar dit weekend hebben wij echt niet zoveel gegeten. Nee. Het valt echt heel erg. Ja, heel erg. Voor ons doen. Voor ons doen is het zo weinig. Ja. Normaal vreet ik me zo stampen. Ja. Terwijl, en we lopen veel. Ja. Maar straks heb ik wel honger. Ja, ik ook. Maar dit is de Champs-Élysées. Met al die winkels en zo. En waar waren wij net? Ja, weet ik niet. Bij Kom daar. Hoe heet dat ook weer? Louvre. Oh ja, dicht bij het Louvre was dat. Hele leuke winkelstraat. Ja. Zara, Bershka, Uniqlo, Sephora. Echt alles gewoon. Ja, echt. Leuk. Veel rust. Nou. Het was niet rustig of zo, maar dit is echt heel druk. Ja. Maar het is wel leuk om gewoon een keer overheen te lopen natuurlijk. Maar... Ik wil graag sowieso nog een keer terug. Ja. Maar ja, het zit er alweer op. Het voelt zo niet als zondag. Echt heel raar. Het voelt al als ik weet niet wat het is. De tijd gaat zo snel. Ja, het is echt. Oh kijk, we zijn hier bij de architect. Ja, ik heb het gevoel dat ik gewoon in die 3 dagen dat ik alles snel moet doen. Ja. Jezus. Nou, hoe kan je hier rijden? Ja, dit gaat echt allemaal net goed hoor. Nee. Hij luidt zich gewoon over wat. Nou, dit nee, is echt... ik had niet bijna een botsing gehad met dat. Kijk, die bus ook. Ja. Als wij zeiden nog tegen elkaar, is ik echt gewoon een soort duizelen. Echt goed dat we niet met auto zijn gegaan, want als wij hier auto hadden moeten rijden, nou. Dit is gewoon een rotonde van een kilometer breed. En iedereen rijdt gewoon maar. Auto's. How can you drive here? Ah ja.
No, it's Noah. Yeah. Oh my god. It's my It's oh my god. Ik word helemaal niet bij zo'n huis. It's a gross problem here. It's a very big problem. In the Netherlands, in Amsterdam, it's also but not like this. Dit is insane. Crazy. Iedereen propt zich ertussen. Ja, dat het goed gaat. Nou, ik zweer wel een botsing, ik weet het zeker. Ja. Ik had denk ik gewoon gestopt om midden op die rotonde. En gewoon verwacht dat iedereen weg is. Ja, maar dat komt niet. Het gaat altijd door daar. Dan kan je tot 10 uur 's avonds wachten. Is dat nou weer iets? Het is echt, dat verkeer hier slaat heel erg op. Nou, dat is wel echt heel leuk, hè? Ja, dat is echt heel leuk. Mijn tas zit helemaal volgestouwd. We zijn ook nog naar La Doree geweest. Daar hebben we lekker macaronnetjes gehaald. Superleuk. Nou, we zitten in het vliegtuig. We hebben even gegeten. Nou, echt één sushi rolletje, want er was echt helemaal niks. En die sushi rol was echt oud en taai en niet lekker. En toen hebben we nog Starbucks gehaald. En Isabel heeft paniek. Gaat goed. Maar het gaat goed. We gaan vliegen en de vlucht duurt weer 45 minuten, echt bizar. Dus we landen om 9:30. Het staat er natuurlijk wat, het wordt opgestemd. Ja. Vijf over half. Echt niet normaal. Hoe kan dat? Letterlijk even naar mijn werk rijden. Ja. Amsterdam even rijden met de auto. Zo. Vanaf Nieuwkoop. Stang is nog. Ja. Wij zijn net zo lang aan het vliegen als hij naar de auto is. Ja. Dat is echt bizar. Nou ja. Helemaal top. Daar gaan we. Ik was net de week van gaan het editen en ik zag dat ik helemaal de video niet heb afgesloten. Het is nu de volgende dag, maandag. En ik kom net van sport, terug van sport zoals je kan zien. Dat was natuurlijk echt een geweldig leuke weekvlog. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet een blauwe duimpje te geven, te abonneren, je girl te supporten. Volg me op Insta, TikTok. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei doei! Yes, I'll be on my way now.